Welkom bij CarView. Mijn naam is Ben Verlooy en vandaag staan we hier met de Fiat 500X. Deze wagen is ons gegeven door Puga Auto uit Geel. We gaan kijken of de Fiat 500X voldoet aan alle eisen van een goede compacte SUV, maar ook alle typische kenmerken van de bekende 500 behoudt. We gaan kijken of hij goed gebruik maakt van ruimte en dat hij ook een leuk speelskantje heeft. Alvast welkom en veel kijkplezier. Het design van de 500X lijkt sterk op dat van zijn kleinere broer. Hij behoudt alle typische kenmerken van de gewone 500, zoals bijvoorbeeld de koplampclusters en de verchromde sierlijsten. Hij heeft ook verduisterde achterruiten die een meer privacygevoel geven aan de passagiers en natuurlijk ook een stoerdere look geven. In 2014 breidde Fiat de 500 reeks uit met de 500X. Twee jaar later testen wij het Popstar model met de 1.6 turbo diesel. Als we instappen zien we het bekende Fiat 500 interieur dat zowel praktisch als stijlvol is en de typische Italiaanse flair heeft. Als we kijken op het gebied van rijden zitten we comfortabel in een goede rijpositie en hebben we een goed breed gezichtsveld. In het model dat wij getest hebben, zit de 1600cc turbodiesel 4-cylinder motor van Fiat. Deze motor levert een maximum vermogen van 115 pk en een maximum koppel van 320 Nm dat al vrijkomt bij 1700 toeren per minuut. Dit alles zorgt ervoor dat de Fiat 500X 0 naar 100 doet in 10,5 seconden. Als we het interieur van de 500X bekijken, zien we het typische 500 interieur. Het gelakte dashboard met het 500 symbool erop en de zetels met de ronde hoofdsteunen geven hem deze bekende look. Verder beschikt hij ook over alles wat je nodig hebt. Het model dat wij testen beschikt over een achteruitrijcamera, parkeersensoren en een degelijk geluidssysteem. Navigatie en een Beats audio geluidssysteem zijn opties die ook verkrijgbaar zijn op de 500X. Het stuur van de 500X ligt zeer goed in de hand. Alle knoppen zijn makkelijk binnen handbereik en de knopjes achteraan het stuur voor bijvoorbeeld het volume te regelen of een volgend nummer te kiezen zijn zeer handig. Ook zit er een scherm tussen de snelheidsmeter en de toerenteller. Hierop kan je je snelheid zien in het uitvergroot of kan je meer informatie zien over je gekozen rijstand. Als we de achterbank van de 500X bekijken, is er zeker voldoende ruimte. Mijn knieën hebben nog vrij veel ruimte vrij en als je weet dat ik 1,80 meter groot ben en de zetel in mijn rijpositie staat, is het dus zeer goed. Verder zijn er ook handige opwerkvakjes achter in de zetels en in de deuren en zijn er ook Isofix punten voorzien voor kinderritjes. Dat zorgt ervoor dat je achterin ook een zeer comfortabele rit zal beleven. De koffer van de 500X is 350 liter groot. Maar deze is uitbreidbaar naar 1000 liter als je de zetels plat legt. Doorheen de auto zijn ook handige opbergvakjes verspreid die het opbergen van dingen zeer gemakkelijk maken. Hij is dus praktisch en handig in gebruik. We zijn nu al een tijdje aan het rijden in de 500X en het rijgedrag is opmerkelijk. Hij rijdt zeer sportief voor een compacte SUV. Het stuurgevoel en de connectie met de weg is ook zeer goed. En de manuele versnellingsbak schakelt zeer vlot. Verder heb je ook drie rijstanden. Je hebt de sportstand, de automatische stand en de all-weather stand. Ik persoonlijk verkies de all-weather stand, want deze stand is voor mij de perfecte balans tussen goede gasrespons en een comfortabel stuurgevoel.
500X beschikt ook over allerlaatste nieuwe technologie op het gebied van veiligheid. Hij beschikt over remcontrole die kijkt wanneer een voorligger remt en zal dan een alarm geven als jij misschien wel te laat remt. Verder beschikt hij ook over dode hoekdetectie en lane assist. Lane assist zal een alarm geven wanneer je uit je rijvak rijdt zonder je richtingsaanwijzers te gebruiken en je zal ook een lichte weerstand voelen aan je stuur. Op het einde van ons weekend met de 500X kan ik toch wel met zekerheid zeggen dat hij een verrassend sportief kantje heeft. Hij heeft een aangenaam rijgedrag en rijdt ook comfortabel. Verder is er ook voldoende ruimte, zowel achterin als in de koffer, en de drie rijstanden zijn zeer goed. Je voelt een duidelijk verschil als je bijvoorbeeld in sport zit, dat de gasrespons iets gevoeliger wordt en dat het stuur zwaarder wordt. Over het algemeen heeft hij de eigenschappen van een goede compacte SUV met de bekende styling van Fiat. De 500X is een zeer veelzijdige wagen. Hij heeft de ruimte en het comfort van een compacte SUV met een zeer leuk rijgedrag. Ik zou ook graag Buga Auto uit Geel willen bedanken voor deze kans die ze me opnieuw geven om deze leuke wagen te testen. Wil je meer van ons zien, kan u altijd terecht op onze Facebook voor de foto's van onze tests of kan u altijd abonneren op ons YouTube kanaal. Wil je de test van de Seat Leon DSG bekijken, kan u gewoon klikken op het vak op uw scherm. Alvast bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.